De gerenoveerde openbare school Majosteeg te Latour is vandaag opgeleverd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door leden van het Surinaams Nationaal Leger en die van de United States South Dakota Army National Guard. Tussen 14 en 24 augustus hebben zij gezamenlijk onder meer de toiletten en de wasbakken compleet hersteld, de riolering verbeterd en een tweede toilettengroep voor de jonge kinderen bijgebouwd. Op de school zitten ongeveer 450 leerlingen, allen woonachtig in de omgeving Latour. De keuze voor de openbare school Majosteeg kwam van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ambassadeur Edwin Nolen geeft aan dat elk jaar een sociaal project wordt uitgevoerd. We've had 11 years of cooperation between the South Dakota National Guard and Suriname Defense Forces now. We've done several of these, and we don't have one selected for next year yet, but I think we will probably do one again next year. Particularly for this project, they've come just to do the renovation of the school, but over the course of a year, we have usually 10 to 12 exchanges between South Dakota National Guard and Suriname Defense Forces on a range of issues about the military organization and expert exchanges on women in the military, health issues. So this is an ongoing program. Sometimes some of your armed forces come up to South Dakota and have programs there. So this is it's a great effort on both sides. De Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolen. Hij sprak vandaag bij de oplevering van de gerenoveerde openbare school Majosteeg te Latour. Het project is gefinancierd door de United States Southern Command in Florida. De constructiematerialen zijn echter in Suriname gekocht. Al jaren bieden de soldaten van de National Guard hulp aan organisaties, landen en gemeenschappen in nood.